Ik zat te eten in het restaurant en op een gegeven moment hoor ik een hoop geschreeuw. En toen hoor ik schoten, eigen pakken achter elkaar. Bam, bam, bam. Ik zag iedereen er wegduiken, paniek wegrennen, mensen onder de tafels die onder de tafels kropen. Ja, toen ben ik zelf gevlucht naar een hoek in. Gelukkig was er een nooduitgang. Hebben we die opengemaakt en we zijn dan naar buiten gevlucht, aan de achterkant van het gebouw. Ik zat in de bestuurskamer, dingen te doen voor de vereniging. Hoorde 5-6 klappen, waarvan ik dacht van dat is geen vuurwerk. En uiteindelijk buiten inderdaad bleek dat er een toestand aan de hand was bij het Van der Valk Hotel. Wat grens aan ons complex. Dus het was wel schrikken. Had u meteen door wat er wel aan de hand was? Nee, niet helemaal. Maar op een gegeven ogenblik kwam de volle politie aan. En zag je echt politieagenten met een getrokken pistool staan. En er stonden wat mensen die ze schijnbaar aangehouden hadden tegen hekken met de handen omhoog. Dus ja, het was heftig. Ja. We kwamen eerst uit de douche en toen zagen we al die politie allemaal buiten staan. En toen dachten we, de gamma heeft de karwei misschien overvallen of zo. Toen ging ze even met de moeder bellen. Ik zeg, nou, ik ga even beneden sigaretjes halen in het hotel. En toen zag ik allemaal mannen beneden over de balustrade. Toen keek ik, zag ik allemaal mannen zitten geboeid op de grond. Ik denk, oh, dit is foute boel. Toen om 1 uur 's nachts was zij gaan slapen. We dachten, het is nu klaar. En toen werd ineens de deur ingetrapt door een arrestatieteam. Dan denk ik, ja, die kleine die slaapt ook op die kamer. En als het zo ruig moet gaan, want het bekje stond bijna achter de deur. Dus ja, je schrikt wel. Ik ben normaal een heel nuchter persoon. Want ik vond allemaal, het zal me wel. Maar eenmaal toen ze de kamer binnenkwamen, ja, dan wordt het toch wel een beetje intiem. En dan denk je toch van, ja, dit is toch niet heel prettig.